En Antonio Guterres van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal, heeft nu Iran en Pakistan opgeroepen tot maximale zelfbeheersing om verdere escalatie van de spanningen te voorkomen. Hoe wordt hier eerst eventjes vanuit Libanon, waar jij zit, naar gekeken, naar dit laatste verhaal? Ja, er wordt eigenlijk gekeken als een soort zijsprong. En nou ja, wat je ook al zei, niet in verband gezien met de oorlog in Gaza. Nee. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een andere escalatie ook in de regio en daarmee zorgwekkend. Ja, dat is het zeker. Die spanningen, zouden die kunnen doorslaan? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Iran heeft ook aanvallen uitgevoerd vorige week op Irak en op Syrië. Nu dus ook op Pakistan. Zou dit kunnen leiden tot een verdere intensivering van gevechten door Iran in andere landen en terug? Ja, het zou kunnen, maar het lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk. Vooral omdat beide partijen, zowel Iran als Pakistan, heel duidelijk een soort oog om oog, tand om tand aanval hebben uitgevoerd op dezelfde afstand van de grens, dezelfde soort raketten, et cetera. En ook allebei heel duidelijk hebben gezegd dat het alleen gaat om het aanvallen van specifieke terroristische groeperingen die in die regio, Baluchistan, de grensregio, voor onafhankelijkheid vechten. Ja. Daarnaast hebben ook beide landen de komende twee maanden parlementsverkiezingen. Dus zijn wellicht intern gebaat bij het laten zien van spierballen en dat alles bij de grens onder controle is. Maar zijn zeker niet gebaat bij een escalatie. Nee, dus het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Dan gaan we naar Gaza. Er wordt nog steeds gevochten tussen Israël en Hamas. En Bibi Netanyahu, de premier van Israël, die blijft zich verzetten tegen een onafhankelijk Palestijnse staat, zei die gisteren op een persconferentie. Terwijl dat echt iets is waar bijvoorbeeld bondgenoten als de Amerikanen op aansturen. Al jaren op een twee-staten-oplossing. Wat betekent dat? Netanyahu die constant zijn kont in de krib gooit. Kan het niet zijn dat op een gegeven moment het Westen zegt, nou is het mooi geweest, klaar, je zoekt het maar lekker uit? Ja, dat zou je verwachten. En kijk, op hele lange termijn zou dat ook best kunnen. Omdat je ziet dat de publieke opinie wel in westerse bondgenotenlanden in Europa, VS, draait. Ja. Maar de steun van de politieke steun van zijn bondgenoten, die is Netanyahu nog zeker niet aan het verliezen. Daar zien we nog geen tekenen van. Je ziet dat zowel Amerika als Duitsland nog grote wapenleveringen heeft gedaan aan Israël. Ook na 7 oktober. Je ziet dat in EU-landen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland regelmatig hard wordt opgetreden tegen pro-Palestina-Palestijnen. Dat er in Duitsland nu zelfs een wet op tafel ligt. En nieuwe Duitsers, mensen die zich aanmelden voor burgerschap in Duitsland, steun moeten betogen aan Israël. En dat zijn geen tekenen aan de wand dat Netanyahu zijn steun aan het verliezen is. Nee. Duidelijk, dankjewel. Tarek Enkhuizen, onze correspondent in het Midden-Oosten.